Maar spannend is ook altijd de vraag die gesteld wordt aan Jack Ploy. En spannend is ook het antwoord van hem. Hi. Moet jij het hele weekend mooi zijn? How many children? Robert, waar is je verkering? Peter, hoe is het met mijn helm? Weet je hoe laat het is? Hola. Goody. Yes, could you just turn around for a second here? Yeah? Just a yes or a no. Yes. What is the telephone number of that lovely girl? I would like to know. I have it in the box. What? Vraag aan Jack. Deze week behandelen we de vraag van Erik van Wijk. En Erik woont in Benschop. En Erik stelt een hele goede vraag. En die zegt, coureurs rijden op alle circuits, aantal jaren, heel veel rondjes. Dus de teams hebben heel veel informatie over die baan. Nu gaan we naar een nieuwe baan toe. We zitten hier in Istanbul, helemaal nieuw. Hoe doen die rijders dat nou in die teams? Ik denk dat het een prima vraag is voor Ron Hartveld. Ron Hartveld is de hoofdingenieur van Christian Kling, hier bij het team van Red Bull. We gaan nou eens veten trekken. Ron, we zijn hier in een nieuwe baan. Wat weet jij vooraf, voordat je hier naartoe gaat? We hebben natuurlijk al onze informatie van het circuit. We hebben al onze simulaties gedaan. Daardoor weten we wat voor versnelling we erin moeten doen. Ongeveer wat voor compound we moeten gebruiken voor de banden en dat soort dingen. Wat kan je hier nou nog doen? Ga je hier nou nog dingen nastuderen of zeg je, we gaan vrijdagmorgen gewoon naar buiten en we zien het wel? Nee, er is zeker een aantal dingen dat we kunnen doen. Ik ben hier zelf bijvoorbeeld niet geweest. Dus daardoor ga je bijvoorbeeld, we gaan zo meteen een rondje lopen met Christian. Dus ja, kom maar eens mee als je wil. Oké, okay, gaan we doen. Lopen we er gewoon heen. Gaan we doen. Okay. Vertrouw jij helemaal op de informatie die je krijgt van Michelin of wil je zelf nog meer dingen weten? Er is natuurlijk een hoop informatie wat Michelin weet. Die gaan hier naartoe, die doen hier een circuit survey, zeg maar. Dus die weten een hoop. Maar goed, ondanks dat doen we nog steeds ons eigen werk om zeker te weten dat het zo gaat. Of dat we de goede informatie krijgen. En er zijn zeker een aantal dingen waarvan wij denken, nee, dat doen we anders, dat doen we zo. Hier moet het gebeuren, denk ik. Hè? Dit is een van de kansen. Als we de eerste bocht doorkomen, dan gaat dat. Als even u can make the first corner, here's where we can overtake. Nou ja, is absoluut mogelijk. Hangt er een klein beetje vanaf de snelle bocht hiervoor of je de auto voor je goed kan volgen. Maar als dat het geval is, dan is dit zeker een mogelijkheid. Rondje gelopen. Wat heb je nou nog voor extra informatie hier uitgehaald? Het is voornamelijk het doorpraten van je programma over specifieke problemen die je denkt tegen te komen. En dat we van elkaar precies weten wat we van elkaar verwachten morgen. Daarnaast is het nog eens zo, je hebt natuurlijk je simulaties gedaan. En als je naar bepaalde dingen kijkt, heb je zoiets van nou, daar ben ik niet van overtuigd. Dag mama. Dag mama. Your son is doing well.